Ieder van ons is uniek. We hebben vaak een duidelijke eigen mening en beschikken over de beste ideeën. Hoe mooi zou het zijn dat deze mening en ideeën worden meegenomen? Dat u echt gehoord wordt en invloed uitoefent over belangrijke onderwerpen die binnen de gemeente Winsum spelen. Op woensdag 19 maart 2014 kunt u stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. Door te stemmen laat u weten wat voor u belangrijk is. Laat uw stem daarom horen en kies de partij die u het meest aanspreekt. Wij hebben ons de afgelopen jaren ingezet voor de brede school en die lijkt er te komen. Ik sta hier voor het gebouwtje. Wij willen staan voor kwalitatief goed onderwijs en kwalitatief goede gebouwen. En dit is een gebouwtje waar ik zelf op school heb gezeten nog, wat nu de Putterspeelzaal is en wat inmiddels dus ongeveer 55 jaar oud is. En verder hebben we ons ingezet voor dorpsbegrotingen. Wij willen onze bewoners niet langer beschouwen als onderhuurders van hun dorp, maar als dorpseigenaren die initiatieven nemen, maar ook beslissen over hun omgeving. En tot slot hebben we ons erg ingezet op armoedebeleid gericht op kinderen. Wij vinden dat deelname aan sport of andere voorzieningen niet afhankelijk mag zijn van de gezinssituatie waarin je opgroeit. De Partij van de Arbeid wil zorg en ondersteuning in de buurt. Daarbij zullen we er in de komende jaren niet aan ontkomen om een beroep te doen op familie, vrienden, buren wellicht. Maar als die ontbreekt, dan moet er altijd professionele zorg komen kijken. We zijn dan ook voor kleinschalige en nieuwe vormen van ondersteuning. Mantelzorgers zullen de komende tijd daarom zwaar belast worden. Zij moeten ondersteund worden, maar ze moeten af en toe ook even een stapje terug kunnen doen en daarbij geholpen worden. We hebben de komende jaren behoefte aan een politiek die de verantwoordelijkheid neemt, die samenwerkt, die pal staat voor goede zorg, goed onderwijs en werk, die vertrouwen heeft in de eigen kracht van mensen en hen die ruimte ook geeft. Een politiek ook die vooral ook aandacht heeft voor mensen die zorg nodig hebben en ondersteuning nodig hebben. Maar die vooral ook oog heeft voor mensen die het moeilijk hebben. Kortom, om een partij die solidariteit hoog in zijn vaandel heeft. En dan kiest u voor de Partij van de Arbeid. We hebben met elkaar het afgelopen jaar heel veel bereikt. Daar zijn we ook als partij, maar ook samen met de anderen in de raad, enorm trots op. Er is bestuurlijke stabiliteit. We hebben met elkaar goede besluiten genomen. Met elkaar veel werk verzet. Er is weer rust, intern, maar ook naar buiten toe, in de samenwerking met andere partijen om ons heen. We hebben samen met de raad, samen met de inwoners van Winsum, in goed overleg de Onderdendamse weg aangepakt. We hebben het station in Baflo en de Sauwert aangepakt. We zijn bezig met het station in Winsum. We hebben de financiën op orde en meer dan dat. We hebben het Obergon-terrein hier achter mij gebouwd. Mensen weer goede sociale huurwoningen kunnen krijgen. Gemeentebelangen Winsum is niet voor een grootschalige herindeling. Maar als er dan heringedeeld moet worden, dan gaan we ervoor zorgen dat de dorpen en de wijken met dorpsvisies en met dorpsbudgetten er goed op staan en herindelingsproof zijn. En waarom gaat u op gemeentebelangen stemmen? Omdat wij onafhankelijk van de landelijke politiek zelfstandig beslissen over wat goed is voor u. We kijken terug op een raadsperiode van 4 jaar. Een raadsperiode gedomineerd door bezuinigingen. En dat viel altijd niet mee. En dat zal ook nog wel een tijdje zo blijven. Maar desondanks kunnen we ook terugzien op al datgene wat wel is bereikt. We denken aan de gerestaureerde sluis in Wetsinge. We denken aan het kerkje in Wetsinge waar men mee doende is om het te restaureren. Een voetbalveld gerenoveerd voor Viboa, een heringerichte onder de Damsterweg en in Aduardezeil is men bezig een voetveer te realiseren. Allemaal dingen waar we met voldoening op terug kunnen kijken. De CDA-fractie heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor leefbaarheid en voorzieningen in de kernen. Maar met veel waardering ook kijken we naar al die initiatieven en creativiteit van inwoners om zelf met die leefbaarheid aan de gang te gaan. Voor de komende 4 jaar wil het CDA de aandacht richten op leefbaarheid en voorzieningen in de kernen. Wij denken ook aan de bouw van brede scholen in Baflo en Winsum. Onze aandacht blijft gericht op de ontsluiting van Noordwest-Groningen en derhalve een grondige reconstructie van de N361. Ook de boog Ranum onder de Damsterweg staat hoog op onze agenda. De gemeentelijke herindeling lijkt onvermijdelijk. Maar we moeten gaan voor een gemeente bestuurlijk en economisch sterk. Met voorwaarden voor initiatieven lokaal, kleinschaligheid
en burgernabijheid. In onze terugblik hebt u gehoord waar we ons als CDA mee hebben bezig gehouden. U hebt ook gehoord waar onze focus ligt voor de komende 4 jaar. Uw stem hebben we nodig om dat waar te maken. En ik verzeker u, met een stem op het CDA zit u goed. We hebben ons de afgelopen periode ingezet voor verbetering van de infrastructuur van deze gemeente. Speciale aandacht heeft de grondige reconstructie van N361 voor het verbeteren van de doorstroming en de verkeersveiligheid. Er is nu geld ter beschikking, dat is een ongoing proces en we zullen de komende periode ons daar ook voor inzetten. Een ander punt wat wij van belang achten is natuurlijk de sociale agenda. Wij hebben ons ingespannen om zoveel mogelijk mensen weer naar werk te geleiden. We hebben ingezet op verbetering van het ondernemingsklimaat in deze gemeente. We hebben bereikt dat lokale ondernemers nu ook kunnen mededingen naar opdrachten van de gemeente. Een ander belangrijk item gedurende deze periode is dat wij erin geslaagd zijn het project Boogplein weer vlot te trekken. Zodat de gemeente weer kans heeft zijn ambitie waar te maken om koopcentrum van de regio te worden. Tevens zullen we streven naar een uitbreiding van het industrieterrein, het aanleg. Wij willen deze periode ons ook inzetten voor goed onderwijs door de hele gemeente heen. Wij vinden het belangrijk dat in de grote kernen brede scholen worden gesticht. De VVD staat voor een gemeente waarbij het bestuur dicht bij de burger staat. Een gemeente die faciliterend optreedt. Maar ook een gemeente die een fatsoenlijk sociaal netwerk biedt voor mensen die niet kunnen meekomen. We staan hier op een van de vele mooie plekjes van de gemeente Winsum. De ChristenUnie is dankbaar dat Winsum de afgelopen periode stabiel is bestuurd. We hebben niet alleen met elkaar veel plannen en visies gemaakt, maar er is ook veel werk uitgevoerd. Bijvoorbeeld de woningbouw in Obelge Noord. De aanpak van de Onderdendamseweg. Een degelijk financieel beleid, lagere gemeentelijke belastingen en een sterk sociaal vangnet. In gezamenlijkheid bereikt, ons motto was 4 jaar geleden, vernieuwend vooruit. Dat hebben we waargemaakt. De ChristenUnie gelooft in Winsum. Misschien wel de laatste periode voordat we heringedeeld worden. Wat ons betreft niet nodig. Samen als het moet, alleen als het kan. We willen niet alleen op de winkel passen in deze periode, maar daadwerkelijk uitvoering. Er ligt veel geld op de plank. Dat dient bestemd te worden voor u als inwoner van de gemeente Winsum. Bijvoorbeeld het Boogplein. Geen supermarkt, maar kleinschalige invulling. Passend in het historische centrum. We willen een aangepast begraafbeleid met lagere tarieven. Betalen per kilo voor je afval? Prima. Maar dan ook meer scheidingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld plastic. Participatiemaatschappij? Prima. Maar we blijven een sterk sociaal vangnet bieden voor degenen die dat nodig hebben. En bij de zorg gaat het niet alleen om geld, maar om keuzevrijheid. De ChristenUnie gelooft in Winsum. Stem voor kleinschaligheid. Geen stadse fratsen. Een kleinere ambtelijke organisatie. Betere dienstverlening. Aanspreekbare bestuurders en ambtenaren. Een betaalbaar begraafbeleid. Sterk sociaal vangnet. Geloof in Winsum. Stem ChristenUnie. De afgelopen 4 jaar heeft GroenLinks in het college gezeten en duidelijk een duurzame stempel op de gemeentepolitiek kunnen drukken. Je moet denken aan de invoer van DIFTA, invoer van een milieuvriendelijke en betaalbare straatverlichting. Het duurzaamheidsfonds is opnieuw geopend. En bij de stations in Winsum en Sauwert zijn palen geplaatst voor het elektrisch opladen van auto's. Onze wethouder van Financiën heeft laten zien dat een gezond financieel beleid samengaat met duurzame investeringen. Deze goede financiële positie heeft ervoor gezorgd dat Winsum een ruimhartig armoedebeleid heeft kunnen voeren en GroenLinks diverse initiatieven op het gebied van armoedebestrijding heeft kunnen initiëren en ondersteunen. GroenLinks vindt dat Winsum nog duurzamer moet worden. Zonne-energie blijven we bevorderen en ook het isoleren van huizen vinden we belangrijk zodat de energierekening naar beneden kan. Als gemeente hebben we te maken met een grote diversiteit aan kunstenaars en culturele commissies. We willen dit de komende jaren verder ondersteunen om zo van Winsum een bruisende, creatieve oase op het Hogeland te maken. GroenLinks wil dorpen een grotere autonomie geven en gaan werken met dorpsbudgetten. GroenLinks heeft de afgelopen 4 jaar in Winsum veel bereikt door deelname aan het college. Deze verantwoordelijkheid willen wij voortzetten en zullen blijven knokken voor alles wat kwetsbaar is. GroenLinks gaat verder. Stem 19 maart GroenLinks. Trots zijn wij dat een eenmansfractie de afgelopen periode de raad heeft kunnen laten nadenken. Met een vooruitziende blik al in het verkiezingsprogramma van 2010, waarin D66 al pleitte voor meer samenwerking en als enige
een groot voorstander is van een sterke gemeente. Dit is belangrijk voor de aankomende decentralisaties en voor het behoud van onze voorzieningen. D66 zet in op heldere communicatie, zoals de ontwikkeling rondom het project Boogplein. Dit kon echt veel beter. D66 ziet de noodzaak in een glasvezel internet. Ook voor de ZZP'ers, ondernemers en de agrarische bedrijven in het buitengebied. Daar hebben we zelfs een motie voor ooit voor ingediend. Dat D66 van onderwijs topprioriteit maakt. Een sociaal en liberaal D66. Altijd vooruit. Onze focus is omschreven in ons nieuwe verkiezingsprogramma. En enkele highlights hiervan zijn de overheveling van zorgtaken, de WMO, de jeugdzorg. Gemeentelijke herindeling. Moet zorgvuldig, waarbij middag Humsterland één gebied moet worden. Ondernemers en ZZP'ers, bied ze meer mogelijkheden en minder regels. Glasvezel internet. Vervoer en mobiliteit. De realisatie van een treinstation in Adorp of meer veilige wandel- en fietspaden. Een aantrekkelijk en leefbaar Winsum door in te zetten op toerisme, recreatie, sport, kunst en cultuur. D66 wil goede initiatieven ruim baan geven. We leven in een democratie en uw stem is belangrijk. Vertrouw op de mogelijkheden van Winsum en stem D66. Maak uw keuze en geef de toekomst de juiste impuls. Gebruik uw recht en stem, natuurlijk D66. Dank u wel. De komende jaren hebben we te maken met veel veranderingen. Denkt u maar aan de veranderingen in de zorg, denkt u aan de werkgelegenheid, denkt u ook aan de komende herindeling. Allemaal veranderingen die keuzes van ons verlangen. Aan u de taak op 19 maart uw keuze te maken. Kom dan stemmen en ik zie u dan in een van de stemhokjes. Stem op 19 maart en laat zien hoe u denkt over de toekomst van gemeente Winsum. U bepaalt, samen met de andere inwoners van de gemeente Winsum, wie er in de gemeenteraad komen en wie daarmee over belangrijke voorstellen en plannen mogen beslissen. Ga voor de uitgebreide verkiezingsprogramma's naar www.winsum.nl en klik daar op verkiezingen. De komende 4 jaar staan ons grote veranderingen te wachten. Laat zien hoe u daarover denkt. Stem 19 maart op de toekomst van Winsum.